Nou, we hebben de ochtend er bijna op zitten. Ja. Wat vond jij ervan? Nou, ik moet zeggen dat ik het allemaal erg indrukwekkende verhalen vond. Wat me opvalt is dat de waterschappen onderling goed samenwerken. En wat me ook opvalt is dat ze soms Rijkswaterstaat of de crisisorganisaties die we met z'n allen ingericht hebben, dat die elkaar goed weten te vinden. En dat je met z'n allen toch wel er stevig voor staat om deze crisissituaties de kop te bieden. Dus eigenlijk wel een mooie constatering zo einde ochtend. Ja, voor als sector kunnen we daar in ieder geval denk ik heel tevreden. Maar in ieder geval heel blij mee zijn dat die samenwerking inderdaad ook, zeker met Rijkswaterstaat en natuurlijk de waterschappen onderling, dat die heel erg goed heeft gelopen. Ook vanochtend weer, want ik weet dat Wout, om maar eens wat te noemen, die is gisteren uit Friesland naar Limburg gereden om hier nog even mee het verhaal over de bühne te brengen. Dus dat illustreert nog wel het tweede wat mij heel erg opvalt, de enorme betrokkenheid van de mensen. De professionaliteit, maar ook de betrokkenheid. Ja. Die voel je in alle verhalen, ook in het laatste verhaal weer, want het prachtige filmpje is ook heel goed uitgelegd. Ja, en wat mij opvalt is dus, we kunnen met z'n allen ontzettend oefenen voor die crisissituaties en we zijn er in ons dagelijks werk altijd mee bezig, wat als dat hoge water komt. Maar je merkt wel, als het dan gebeurt, dan moeten we toch alle zeilen bijzetten om de boel droog te houden. En dat is echt een flinke inspanning, ongeacht hoeveel je ervoor oefent en aanrekent en je erop voorbereidt. Dus, Nou ja, zoals helemaal aan het begin al gezegd, dit is echt een eerste begin. We wilden kort na de zomer jullie als sector gewoon goed informeren over en inzicht geven over wat is er nou toch in hemelsnaam allemaal gebeurd en hoe hebben onze collega's daarop gehandeld. Maar we weten met elkaar ook dat er nog heel veel onderzoek moet gaan komen. En we zijn pas aan het einde misschien van het begin, of hoe zeg je dat, maar in ieder geval er gaat nog heel veel hierover gesproken worden en onderzoek gedaan worden. En we zullen hier nog heel veel keren op terugkomen op deze onderwerpen. Ja? Dus ik kijk nog even naar de chatmaster of er nog belangwekkende andere punten zijn genoemd. Want anders heb ik nog. Is het rond, Gerard, voor dit moment? Hè? Natuurlijk. Goede suggesties waar we zeker mee aan de slag gaan. Goede suggesties waarmee we aan de slag gaan, hoor ik. En ik heb aan het begin ook gezegd, herhaal dat nog eventjes. We zullen een soortement van synopsis van de reacties die nu niet aan de orde zijn geweest, die zullen we gewoon schriftelijk verder toch aandacht besteden. Nou, we gaan zo zoetjes aan afronden, maar ik heb nog een mooie uitsmijter, zou ik eigenlijk willen zeggen. Iets anders uit het PIW portefeuille pakket. En dat is dit. Ik weet eigenlijk niet of jullie dit kennen en ik weet ook niet of dat zo helemaal in beeld komt. Maar dit is de kennisatlas waterkeringen. PIW draait eigenlijk als deskundigennetwerk, als expertnetwerk, natuurlijk op de samenwerking met elkaar. We zijn een netwerkorganisatie. Want dan is het dus ook nodig dat je elkaar weet te vinden als je iemand nodig hebt. En ook dat je de kennis die je zelf hebt, dat je die ook gemakkelijk beschikbaar kan stellen, kan ontsluiten aan de collega's elders. Nou, om dat nou goed in beeld te brengen van wie zit waar, met welke kennis, welke groepen hebben we eigenlijk allemaal. Daarom is er een aantal jaren geleden besloten vanuit PIW om die kennisatlas te maken. Maar ja, net zoals elke atlas en navigator, die dingen die verouderen ook weer. Dus vandaar dat we het belangrijk vonden om de kennisatlas weer te actualiseren. En dat is een opdracht die wordt uitgevoerd door Stoutgroep. En daarbij hebben we jullie eigenlijk allemaal nodig. Want als je jezelf ook op die kaart wil zetten, nou dan is daar nu de gelegenheid voor. En daar hebben we, alsof er nog niet genoeg filmpjes zijn geweest, ook daar hebben we nog een kort filmpje van laten zien. En dan herhaal ik aan het einde nog wel even wat dus aan jullie aangeboden wordt, maar wat ook van jullie gevraagd wordt. Nederland vindt al decennia lang vooruitstrevende oplossingen op het gebied van waterveiligheid. Maar dat betekent niet dat dit vanzelfsprekend is. Waar het vorig jaar extreem droog was, was het dit jaar extreem nat. En het vraagt om expertise en samenwerking om deze vraagstukken te blijven oplossen. Het is daarom o zo belangrijk dat we elkaar weten te vinden en de kennis aan elkaar overdragen.
In heel Nederland werken experts samen aan deze complexe opgave op het gebied van beheer en onderhoud, het beoordelen en het ontwerpen en versterken van waterkeringen. Werk jij aan deze opgave, dan is dit jouw kans om jezelf op de kaart te zetten in de kennisatlas waterkeringen. Hoe doe je dat? Vandaag vind je de enquête in je mailbox om de contactgegevens te actualiseren en om jouw input in te brengen voor de kennisatlas waterkeringen. Op basis hiervan zullen wij de kennisatlas vernieuwen en zullen we hem online publiceren. Heb je geen mail ontvangen of heb je daarvoor vragen of suggesties? Neem contact met mij op. Een kort en krachtige boodschap. Iedereen die zich voor deze ochtend had aangemeld met een e-mailadres zal die enquête krijgen. Maar het leek ons daarnaast ook een goed idee om het nog wat verder te verzenden. Dus ook het PIW-netwerk en het KKP-netwerk, daar hebben we de adressen van waar we het aan toe gaan zenden. We doen ons best om te filteren dat je dat ding niet, dit mailtje niet drie keer krijgt. Maar bij voorbaat excuses als dat hier en daar misschien toch nog per ongeluk wel een keer gebeurt. Maar beter één keer te veel dan één keer te weinig, moet je maar denken. Dus het verzoek is, vul die enquête even in. Dan krijgen wij een beetje idee op van, nou, hoe was de afgelopen versie van de kennisatlas nou bruikbaar? Hoe goed kon je hem gebruiken en waar kan die zeker verbeterd worden? En we actualiseren de zaken. Ja, daar zijn we denk ik allemaal bij gebaat als we weer een mooi compleet overzicht hebben. Zeker. Dan nog een aantal mededelingen over wat er de komende tijd ons te wachten staat qua bijeenkomsten waar deze hoogwatersituaties nog besproken zullen worden. Dat zijn er best een aantal waarvan we nog niet alle data definitief zijn voor zover ik weet. Wat we wel weten is op 2 december Rijkswaterstaat, de Environment Agency en het US Army Corps of Engineers. Zij zullen in ieder geval wat fact findings gaan uitwisselen. Voor het eerst hebben wij natuurlijk ook wat incidenten te melden. Meestal moeten we het van de buitenlandse incidenten hebben, maar nou ja, de positieve kant is dus dat we nu daar ook wat mee wat bij te dragen hebben daarin. En de tweede is dat onze eigen PIW Kennisdag op 22 maart weer gepland staat in onze vertrouwde Burgers Zoo. Nou, daar verheugen we ons natuurlijk allemaal vreselijk op. Zeker. Hey Astrid, en ja, helemaal buiten ons script om, maar mag ik er toch nog één toevoegen? Ja hoor. Want deze week bestaat STOA 50 jaar. En deze gelegenheid is te mooi om te laten lopen. Ik wil met name de jongere garde, dus de jonge waterbeheerders, en jong, zeg, onder de 35, die wil ik vertellen dat we op 14 oktober aanstaande een hele leuke Young Talent Day gaan organiseren in het kader van 50 jaar STOA. Want ja, 50 jaar STOA, maar we zitten halverwege de eeuw van STOA. Hè? Dus dat gaat juist om die jongere generatie die we nodig hebben. Daar hebben we helemaal aan het begin van het programma het ook al over gehad. De scholieren en de jongeren erbij betrekken, maar dat proberen wij als STOA natuurlijk ook te doen. Ja, nou. Dus de 14e oktober gaan we ons laten inspireren door iedereen die zich daarvoor gaat aanmelden. En dat kan allemaal op de website van de STOA. Daarop is ook nog een aantal leuke links te vinden naar, of de links zijn niet leuk, de podcasts waar ze daartoe verwijzen, die zijn leuk. Dus neem daar zeker ook even een kijkje. En dan gaan we denk ik langzaam aan richting de afsluiting. Ja. Voor mij persoonlijk was het ontzettend leuk om weer eens een keer in het PIW-netwerk mij te bevinden en al jullie verhalen aan te horen en te kijken wat wij toch allemaal met elkaar voor elkaar krijgen. Ik wil eigenlijk een aantal mensen nog bedanken. Lijkt mij een goed plan. Ja, dat zijn in ieder geval de sprekers. Er zijn een aantal mensen hier, maar ook op de werkplaats in Limburg hebben we een heleboel mooie verhalen gehoord. Vanuit thuis hebben we een aantal sprekers gehad. Alle zeer bedankt. Dan dank aan Stefan Vlos, fantastisch ondersteund vandaag, maar ook in de voorbereiding. Een heleboel filmpjes klaargezet en we hebben er allemaal ontzettend van genoten. En de mensen van Waterproef voor alle technische ondersteuning vandaag. En dan tenslotte alle deelnemers, jullie zitten hier in Limburg, maar vooral ook thuis. Bedankt dat jullie de hele ochtend, voor zover jullie er nog zijn, bijgebleven zijn. Ik zag rond de pauze dat we op meer dan 170 deelnemers zaten, dus volgens mij een groot succes geweest. En ik denk dat we daarmee rond zijn. Precies, dus complimenten aan dat jullie het allemaal daar in die zolderkamertjes hebben volgehouden. Dank daarvoor. En we gaan elkaar gauw weer een keer zien. Dus wij zwaaien. Ja. Tot de volgende keer.